Vrijdag 18 april, dit is U Vandaag. Kroezelaan is gevaarlijk, zeggen ook verkeersdeskundigen. Prostituees voelen zich genaaid door de gemeente. En met het paasweekend voor de deur mag de Matthäus Passion niet ontbreken. Goedenavond. Goedenavond. Utrechtse prostituees vinden dat de gemeente Utrecht ze misleidt. Ze voelen zich aan het lijntje gehouden. Floris Brenger. Ja, ze geven de gemeente Utrecht vandaag een gele kaart. Ze willen heel graag weer aan het werk, maar vinden dat de gemeente te lang doet over besluiten wanneer dat kan. Straks meer. Tot zo, Floris. Eerst ander nieuws van vandaag. De A27 tussen Utrecht en Breda moet uit de file top 50. Dat is de ambitie van verkeersminister Schultz. Ze wil ruim 800 miljoen euro uittrekken voor de verbreding van de snelweg. Zo moet het stuk tussen Hout en Everdingen vierbaans worden. De andere kant op, tussen knooppunt Hooipolder en Houten, komen 3 rijstroken. Het werk moet over 5 jaar beginnen. Sietse van der Vee is niet welkom in Zeist. Woningcorporatie Zeister-Veste weigert de veroordeelde pedoseksueel een seniorenwoning omdat hij in een kinderrijke buurt staat. Van der Vee staat 2 jaar op een wachtlijst en wil via de rechter de woning alsnog krijgen. Van der Vee werd landelijk bekend omdat veel gemeentes hem probeerden te weren. Dat gebeurde ook in Utrechtse Heuvelrug. Vrienden en bekenden van de vermiste Hanno van Mil hebben vanmiddag flyers uitgedeeld op station Driebergen-Zeist. Eerder zochten ze al in de bossen van Austerlitz. De 47-jarige Amersfoorter verdween afgelopen zaterdag. Alleen zijn auto is teruggevonden. Morgen gaat de groep opnieuw zoeken in het bos. Ook hopen ze dat getuigen zich melden. Dit is hem, het grootste paasei van Nederland. 2 chocolademakers hebben het vanmorgen in delen naar Hoog-Catharijne in Utrecht gebracht. En daar is het 3 meter hoge gevaart in elkaar gezet. Daarna mogen kinderen het gaan versieren. Het ei is nog tot morgen te bewonderen. 1 nadeel, het is niet eetbaar. De Kroezelaan in Utrecht werd deze week opgeschrikt door een dodelijk ongeluk. Een vrouw reed door rood en kon niet op tijd stoppen voor een bus. En dat fietsers door rood rijden is iets dat daar helaas regelmatig voorkomt. Maar de bussen gaan ook niet vrij uit. Terwijl onze verslaggever eergisteren stond te filmen, reed er een bus door rood. Volgens een verkeersdeskundige kan dat gebeuren omdat er niet goed genoeg is nagedacht over de drukke weg. Er is een hoop mis met het drukke kruispunt op de Kroezelaan, vindt verkeersdeskundige Van Kelegon. Onvoldoende is nagegaan hoe vinden nou de verkeersstromen hier plaats. Waar komen de fietsers vandaan? Waar rijden de bussen? Waar rijden de auto's? En vooral de conflictpunten zijn naar mijn idee onvoldoende beeld gebracht. En een van die conflictpunten is hier, rechts naast de Rabobank. Afgelopen woensdag komt er een 62-jarige vrouw om het leven. Ze mist het rode stoplicht en wordt aangereden door een bus. En zo gaat het op dit kruispunt regelmatig mis. Iets wat Van Kelegon niet verbaast. Als we kijken naar de bebouwing daar, dan staat daar een hekwerk. Dus er is een overkapping, een luifel en er staat een gebouw aan die kant. Het totale plaatje maakt dat in je verwachtingspatroon als fietser daar geen zijstraat zit. Dus daar hou je ook geen rekening mee. Nou, op het moment dus dat je hier als fietser aankomt, het verkeerslicht valt ook een beetje weg in het totaal. Dus daar hou je als fietser ook onvoldoende rekening mee en je rijdt gewoon door. Een betere zichtbaarheid van de bussen zou de situatie dus al veiliger kunnen maken. Maar dan moeten de buschauffeurs zich natuurlijk ook aan de regels houden. En de vraag is of ze dat nu wel doen. Tijdens de uitzending van afgelopen woensdag lijkt het erop alsof deze bus door rood rijdt. Maar dat zou ook kunnen zijn dat de verkeerslichten dus niet goed afgestemd zijn. Hè? En dat een bus daar waarschijnlijk net op het laatste moment door zijn groen licht is gegaan. En dat de tijd tussen einde groen daar en begin groen hier te kort is. We laten de beelden ook zien aan busbedrijf Qbus. Die komt met de volgende verklaring. Het beeld van het voetgangerslicht op groen suggereert inderdaad dat de chauffeur van de bus door rood is gereden. En indien dat het geval is, is dat natuurlijk volstrekt niet de bedoeling. We gaan deze situatie nader onderzoeken. En in ons overleg met de gemeente zal opnieuw gezamenlijk moeten worden bekeken waar verbeteringen mogelijk zijn. Een van de dingen die de gemeente in ieder geval moet verbeteren zijn de verkeerslichten, vindt Van Kelegon. Want die vallen nou echt niet op hoor. Je herkent ze niet, je ziet ze niet. Ja, pas als je er vlakbij bent. Maar ja, dan is dat verkeerslicht al in je blikveld voorbij. Dan heb je hem eigenlijk al gepasseerd.
Verkeerswethouder Lindmeijer praat volgende week met omwonenden over de problemen op de Kroezelaan. Hey Jan, komt er nog wat van? Met die oproep hopen Utrechtse prostituees burgemeester Van Zanen over te halen snel duidelijkheid te geven over de Hardebollenstraat. Volgens hen maakt de gemeente het onmogelijk om een vergunning te krijgen. Ze doen hun best, maar aanvragen blijven liggen. Ik heb het gevoel dat we zijn voorgelogen en we voelen ons natuurlijk genaaid. Uitspraken die er niet om liggen. De prostituees van Stichting Freya zijn woedend en geven daarom burgemeester Van Zanen de gele kaart. Hey Jan, komt er nog wat van? Ze vinden dat de gemeente Utrecht hen het werken onmogelijk maakt. De burgemeester die heeft onze advocaat gebeld met de mededeling dat de Hardebollenstraat niet meer open zou mogen. Advocaat Tomloof staat de dames juridisch bij. Hij heeft burgemeester Van Zanen afgelopen week gesproken. Ja of nee, heeft Van Zanen letterlijk tegen u gezegd dat die prostitutie in de Hardebollenstraat is afgelopen? Ja of nee? Dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft gezegd zodanige bewoordingen dat de Hardebollenstraat, wat hem betreft, nooit meer open gaat. Praat u niet voor uw beurt nu? Geen sprake van. Ik ben een goed luisteraar, dus ik weet precies wat gezegd wordt. Rekt de gemeente tijd? Absoluut. De gemeente zegt nu dat er binnen 2-3 maanden, dat was de suggestie in de gemeenteraad, zou de nieuwe tijdelijke locatie er zijn. Ik zal u garanderen, die locatie is er niet binnen 3 maanden. Maar feit is dat deze dames al 8-9 maanden geen inkomen meer hebben. En dat is een hele ernstige zaak. Tijdrekken dus. Freya stelt dat de gemeente zich net zo lang verschuilt achter procedures en vergunningen tot de tijdelijke prostitutiezone op de Einsteindreef klaar is. En op de redactie zit Floris Prenger. Ja, Floris, wat zegt de gemeente hierop? Ik heb de gemeente vanmiddag gebeld, moet ik zeggen, sorry. En zij zeggen, ja, we kunnen dit moment niet reageren, want er ligt een vergunningsaanvraag. En zolang die loopt, gaan wij gewoon niet reageren. Laten we dat gewoon even afwachten. Maar de prostituees hebben het idee, ja, wat we ook doen, de gemeente maakt het ons toch wel onmogelijk. Lijkt wel of steeds de spelregels anders zijn. Ja, dat zeggen ze. Ze zeggen ook dat burgemeester Wolfsen op de laatste dag van zijn ambtstermijn, 31 december, nog een aantal regels heeft veranderd, waardoor het steeds moeilijker wordt voor de prostituees om aan al die eisen en al die aanvragen te voldoen. Ja, dus elke keer denken ze, we zijn er bijna, maar dan zijn ze er toch ook weer niet. En de advocaat heeft het zelfs over tijdrekken, maar waarom zou de gemeente dat doen? Ik heb het idee dat de gemeente heel graag de prostitutie in Utrecht op één plek wil concentreren. Namelijk die nieuwe prostitutiezone op de Einsteindreef. Ja, als ze dus elke keer maar een beetje rekken en een beetje rekken en een beetje rekken, dan zou het heel goed kunnen mogelijk zijn dat alle vergunningen rond zijn als die tijdelijke accommodatie er eindelijk staat. En willen de prostituees per se terug naar de Hardebollenstraat? Ze zeggen dat ze voor alle opties openstaan. Ze willen graag, omdat ze nu zonder werk zitten, graag aan het werk. Dat zeggen ze vooral. Dus even op de Hardebollenstraat. En als de accommodatie er is, zijn ze ook wel willend om op die nieuwe zone aan de slag te gaan. En hoe groot acht jij de kans dat er weer prostitutie komt in de Hardebollenstraat? Ik vind het heel lastig te zeggen, maar als je alle verhalen tegen elkaar afweegt, denk ik dat het heel erg lastig wordt dat die rode lampen weer aangaan op de Hardebollenstraat. Dankjewel, Floris Prenger. Zometeen alle trollen verzamelen. Het Fantasy Weekend Elvia begint weer. En al hoor je hem 100 keer, de Matthäus Passion gaat nooit vervelen. Amersfoort heeft zojuist het nieuwe college gepresenteerd. De komende 4 jaar gaan D66, VVD, PvdA en ChristenUnie samenwerken. Tot het moment dat het coalitieakkoord werd ondertekend, wilde niemand met ons praten. Maar onze verslaggever Dennis van Ommeren laat zich niet makkelijk uit het veld slaan. Ze zijn uitonderhandeld in Amersfoort. Het coalitieakkoord ligt er en de namen van de nieuwe wethouders zijn bekend. 3 van de 5 wethouders kennen we al een tijdje, maar 2 zijn nieuw. Bertien Houwing van D66 en Fleur Imming van de Partij van de Arbeid. Het is tijd voor een kennismaking. En dan kunnen we natuurlijk niet met lege handen aankomen. Een bloemetje zal toch in de smaak vallen bij de dames. Beste mevrouw Imming, succes in Amersfoort. Groeten. RTV Utrecht. Nou, die gaan we bezorgen. Amersfoort heeft ook de komende 4 jaar weer 5 wethouders. Pim van den Berg en Hans Buitelaar zaten al in het stadsbestuur en mogen dus blijven zitten. Met Menno Tichelaar keert een bekend gezicht terug. Hij was in de vorige periode ook al een tijdje wethouder. Fleur Imming en Bertien Houwing zijn nieuw en dus onbekend. Kent u mevrouw Fleur Imming? Nee, helemaal niet. Mevrouw Houwing? Ook niet. Dat zijn toch de nieuwe wethouders hier in de Keistad. Dat begreep ik nu, ja. Maar ik ben daar eigenlijk eerlijk gezegd helemaal niet bekend in.
En daar gaan wij vandaag verandering in brengen. Goed, nou bedankt, tot ziens. Eerst maar eens langs Bertien Houwing. Nou, hopen dat ze open doet. Al duurt het wel lang. Ik kan me voorstellen dat ze het coalitieakkoord van voor naar achter nog eens goed aan doornemen is. Dan maar even telefonisch proberen. Dit is de voicemailbox van Bertien Houwing. Nou, dan weten we in ieder geval hoe de stem klinkt van mevrouw Houwing. Maar we hebben mevrouw Houwing zelf nog niet gesproken. Dat is toch wel jammer. Maar gelukkig hebben we wethouder Immink nog. Nee, dat gaat dan weer niet worden hoor. Oh jee. Ook niet leuk. We zijn inderdaad op het goede adres, maar er doet niemand open. Baal ik echt van. Misschien weten de buren meer. Ja, sinds gisteren is bekend dat ze wethouder wordt. Uw buurvrouw dus. Nou, dan gaan we ook gelijk een bloemetje kopen natuurlijk. Maar u weet dus niet waar ze is? Nee, ik weet niet. Ze wel, een regelmaat kennen we nog niet. Misschien een stadhuis even kijken dan, hè? Ik ja, proberen. Nee, ik weet het niet. Nee. Nou, dacht ik slim te zijn door de bloemen dan af te geven op het stadhuis. Maar het is Goede Vrijdag, dus ze zijn hier gesloten. Dat zit er dus ook niet in. En ik zit nog steeds met die bossen bloemen. Wethouder Immink, we gaan gewoon proberen haar te bellen. Als u naar de piek een boodschap achterlaat, dan bel ik u zo snel mogelijk terug. Nu weten we dus ook hoe Fleur Immink klinkt. Maar de bloemen zijn nog steeds niet afgeleverd. Ja, je moet natuurlijk hopen dat jij straks een bosje bloemen krijgt. Oh ja, ja. Toch? Ja. Niet, ja, maar zo gaat het niet, want hij heeft het net wel gedaan. Hè? De aanhouder wint. Kijk, hier zien we hem. En wat trots. Ja, beide dames gevonden. En hoe hebben ze gereageerd op de bloemen? Nou, zo te zien stralend. En wij zeggen vanaf hier ook gefeliciteerd, nieuwe wethouders. Ja, voor onze wekelijkse dosis cultuur is hier Ingrid Sterrenburg. Ja, paasweekend voor de deur. We gaan eitjes rapen. We gaan heel veel eieren rapen, want je kan natuurlijk bij Soestdijk eieren rapen. Maar ook bij de Geertjeshoeve in Haar Zuilens. Daar kan je niet alleen eieren rapen, je kan ze ook schilderen. En als je daar klaar mee bent, kan je altijd nog de lammetjes aaien. Dat is schattig. Ja. En als je nou helemaal geen zin hebt in al die paasdingen? Nou, dan rij je gewoon ietsjes verder de hoek om. Dan kom je vanzelf bij Kasteel de Haar. En daar is dit weekend het Elvia Fantasy Weekend. Ja, dat is even een andere koek dan een paas, hè. dat is 3 dagen lang alleen maar elfen, trollen en wat je maar meer kan bedenken op fantasygebied. En ik heb vandaag heel even met de organisatoren gesproken. Dit weekend verandert het landgoed rondom Kasteel de Haar in het land van Elvia. En Elvia heeft zo haar geheel eigen bevolking. 80% van de mensen die verkleden zich van vampier tot elf en alle tussenvormen die er zijn. Er kan een Romeinse ridder zijn die vampier is geworden. Dat kan een elf zijn die een Gallische krijger is geworden. Verzin het maar. Of iets wat niet meer definieerbaar is. Dit weekend staat in het teken van koning Arthur en de ridders van de Ronde Tafel. Dus er staan veel zwaardgevechten op het programma. De organisatie verwacht tussen de 25.000 en 30.000 bezoekers. Die komen niet alleen uit Nederland, maar ook uit Italië, Spanje, Engeland en Duitsland. En iedereen is vrij om eruit te zien zoals ze willen. Je mag zelfs in je spijkerbroek. En het leuke is, als mensen in een gewone kloffie lopen, die komen hier voor het eerst, die voelen zich dan een beetje... Ja, ik voel me een beetje niet helemaal meer op mijn plaats. Ik kom volgend jaar toch maar weer met elfenoortjes. En dan begint het meestal met elfenoortjes en een capeje. En dan draait het zich zo langzaam uit tot een of ander kostuum. Nou, geweldig Ingrid. Ik ben er 1 keer geweest met capeje. Een capeje alleen, en elfenoortjes. Okay. Nee, die volgende keer wil ik graag elfen. Maar ik heb echt de ogen uitgekeken. Wat een feest. Ja, volgens mij is het enorm leuk alleen maar gewoon om rond te lopen en te kijken. Ja. En dan... Ja, zo'n pak bij de boog schieten, ik heb alles gedaan. Oh, maar dit was, ik heb ook heel veel gelachen, maar daar heb je nog wat voor, hè? Ja, je kan daar lachen, maar er is ook een speciaal festival waar je kan lachen. En dat is het International Comedy Festival, hier in de binnenstad van Utrecht. Allemaal stand-up comedians uit heel de wereld. Ik zag namen staan natuurlijk uit Nederland, maar ook Nieuw-Zeeland, Engeland en zelfs een grappige zweet komt langs. Dus om dan toch een beetje leuk het weekend in te gaan, heb ik hier een fragmentje van een Nederlandse deelnemer, Jurg van Ginkel. Hebben jullie deze allemaal gelezen? 50 tinten grijs. Dames, steek je hand op als je hem hebt gelezen. 1 mevrouw met een tennisarm, die zit zo... Dit is het slechtste boek aller tijden. Ik wil graag even voordragen mijn favoriete zin uit 50 tinten grijs. 25 miljoen exemplaren verkocht. Okay. De hoofdpersoon beschrijft in deze zin een man... Zijn stem
klinkt warm, als gesmolten chocolade. Of zoiets. Ja, mooi. Je hebt hem niet voor niks gekozen, nee, hè, deze comedian. Nee, ik heb hem niet helemaal voor niks gekozen. Want deze juf van Ginkel die staat natuurlijk vaak op het podium. En in zijn vrije tijd werkt hij ook nog wel eens bij ons. Zo af en toe, hè? Af en toe. Ja, leuk. Dankjewel Ingrid voor je mooie tips. We gaan naar Utrecht nieuws uit andere media. Een Vandaag vraagt zich af hoe de onzekerheid moet zijn voor de familie en vrienden van de Amersfoortse Lisanne en Chris die vermist zijn in Panama. Ze spreken een hoogleraar rouwverwerking. En omgaan met vermissing blijkt de moeilijkste soort. Het is voor het brein een bijna onmogelijke opgave. Je bent constant aan het zoeken en aan het piekeren en aan het denken en je kunt geen oplossing vinden. In de reportage blikt Een Vandaag ook terug op de vermissing van Maarten de Bruin, nu 15 jaar geleden. Hij zat in India en gaf geen teken van leven meer. Zijn vader ging hem zoeken, maar tevergeefs. Zijn broer Maurits heeft nu een roman geschreven om het verdriet te verwerken. En de professor die probeert ook een therapie te bedenken om naasten te helpen. Een mindfulness zou kunnen helpen. Al helpt dat natuurlijk nooit om je geliefde terug te krijgen. Het monument voor Joodse oorlogsslachtoffers in Utrecht is een stapje dichterbij. De gemeente heeft een vergunning afgegeven en voor het monument dat bij het Spoorwegmuseum moet komen. Het museum was eerst niet echt enthousiast om dat zoiets beladens voor de deur te hebben, maar ze zijn nu om. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vanaf station Malibaan, waar het museum nu zit, meer dan 1200 Utrechtse Joden weggevoerd. Tegenwoordig doet het museum wel iets met de historie. De permanente tentoonstelling Beladen Treinen is er te zien, inclusief transportwagons. De spectaculaire muntenvondst onder het Utrechtse Domplein haalt ook De Wereld Draait Door. De stadsarcheoloog schuift aan samen met een man die in 1949 ook al munten vond op het Domplein. Even naar je buurman. Geen archeoloog. Nee. Gewoon een Utrechtenaar. Nee, Utrechter. Utrecht, ja. Neem me niet kwalijk. Als Utrechtenaar is een heel ander woord, hè? Ja. Ja. Begrijp ik. Ja, u hoort het. Matthijs krijgt meteen het deksel op zijn neus. Deze man, Henk Dijs, liep als 16-jarige op het Domplein, waar toen ook al onderzoek werd gedaan. En begint op eigen houtje te snuffelen in hopen zand. En ja hoor, hij haalt er 2 muntjes uit, waarvan 1 gouden. En later verkoopt hij hem voor maar liefst 9000 gulden. Gulden nog wel, hè? Geen euro's. Maar goed, toch een hoop. Inderdaad. En dat muntje dat past ook helemaal bij de vondst die gisteren is gepresenteerd. Dat waren 42 zeldzame munten uit de 7e eeuw. Binnenkort te zien in het Centraal Museum. Lang niet alleen politici voeren campagne om een verkiezing te winnen. Kinderboekenschrijvers proberen al ruim een maand om stemmen te verzamelen. Zij willen namelijk allemaal de prijs van de Nederlandse kinderjury winnen. Niet voor niks, want het is dé publieksprijs voor kinderboeken. En een van de kanshebbers is het boek Sammy en Opa van de Utrechtse schrijfster Anne Koens. 1 prijs heeft ze in ieder geval al gewonnen. Ze is de winnaar van die andere publieksprijs, die kent u wel, De Keuze van de Kijker. Goedemorgen. Goedemorgen. Als je een verkiezing wilt winnen, dan moet je inderdaad campagne voeren. En ik zal straks voor jullie ook stemformulieren achterlaten. Dan kunnen jullie, als jullie willen, ook stemmen. Kinderboekenschrijver Anne Koens is vandaag op campagne op deze basisschool in de Utrechtse wijk Oog in Al. Het doel van de schrijver? Deze kinderen overtuigen. Eigenlijk probeer ik stemmen te verzamelen en probeer ik aandacht voor het boek te krijgen, zodat het bekender wordt. Anne's boek, Sammy en Opa, is genomineerd voor de Kinderjury, de publieksprijs voor kinderboekenschrijvers. Als kinderboekenschrijver schrijf ik natuurlijk voor kinderen. Dus is het gewoon een enorme eer als kinderen het ook belonen met een stem. En daarnaast is het als schrijver heel moeilijk om in de veelheid van boeken op te vallen. En heb je die aandacht gewoon nodig om er tussenuit te springen. En om die prijs te winnen heeft ze stemmen nodig. En hoe kun je kinderen beter voor je winnen dan ze een stukje voor te lezen? Die nacht probeer ik wakker te blijven. Ik sper mijn ogen open. En ik bijt op mijn vingertoppen tot het donker is. Dat is natuurlijk best leuk. Een schrijver die een spannend verhaal komt voorlezen. Die gingen proberen te vliegen. En dat waren Sammy en Opa. Toen moest die opa in de wc-pot, omdat hij de wc schoon moest maken. Want hij zat verstopt. Mijn maten bonden een touw om mijn voeten en lieten me in de trap zakken. Na een uurtje gaat Anne weer weg.
Haar campagne lijkt succes te hebben. De stem van deze kinderen heeft ze in de pocket. Omdat ik het een heel leuk boek vind. Ik heb het zelf ook gelezen en ik vind het heel leuk. Al acht ze de kans dat ze wint erg klein, want in de peilingen doen de bekendere boeken het veel beter. En Mees Kees, dat kent elk kind en Sharon kent ook elk kind. En het staat er nog meer op, Super Juffie. En ja, die zijn allemaal heel bekend. Maar Anne heeft iets wat de bekendere schrijvers niet hebben. Zij heeft de keus van de kijker gewonnen. Wat zeg je? Nou, je hebt de keus van de kijker gewonnen. De winnaar trouwens wordt in juni bekendgemaakt en er kan nog steeds gestemd worden. En dat kan natuurlijk hier ook. Even maandag, dan slaan we natuurlijk een dagje over, ja. Hè, tweede paasdag. Maar dinsdag, waar kan onze verslaggever naartoe? Ja, dan zijn we weer full force bezig. Dan kunt u bijvoorbeeld stemmen op het onderwerp in Amersfoort. Want daar komen de kledingbank, voedselbank en speelgoedbank in één pand samen. Dinsdag is dan de opening. Die gaan voor het eerst openen de deuren daar. En de vrijwilligers die hebben er al tijden naar uitgekeken. De Bertha Muller School in Utrecht-Overvecht bestaat 50 jaar. Nou, er zijn allerlei feestactiviteiten volgende week. Het is een school voor speciaal onderwijs. En volgende week mogen de opa's en oma's een dagje terug naar de schoolbanken. Of gaat onze verslaggever naar een bijspijkercursus voor ouderen in het verkeer? In Amersfoort worden de verkeersregels er weer even bijgepakt. En misschien kan onze verslaggever ook zijn voordeel ermee doen. Ga naar rtvutrecht.nl. Kies één van de drie. U heeft in ieder geval ruim de tijd. Dinsdag om 9 uur dan pas sluit de stembus. Een grote kans dat u dit weekend aan de eieren zit of misschien nog wat chocoladevarianten zoekt in het groen. Maar dat is natuurlijk niet waar Pasen om draait. Het feest staat stil bij de opstanding van Jezus. En wie heeft het lijdensverhaal nog mooier verteld dan Johann Sebastian Bach met zijn Matthäus Passion? De nieuwe Philharmonie Utrecht mag dit weekend weer uitpakken. Ik heb het expres niet geteld, maar het zal in een paar honderd keer lopen dat ik dat heb gedaan, ja. Genoeg ervaring dus bij dirigent Johannes Leertouwer. Dit weekend voert de nieuwe Philharmonie Utrecht de Matthäus Passion uit. Volgens de dirigent een must voor muziekliefhebbers. Die Matthäus Passion is eigenlijk, zoals je zou kunnen zeggen, dat elke Nederlander de Nachtwacht een keer zelf moet hebben gezien. Zo zou je het denk ik ook kunnen zeggen. Je moet een keer die Matthäus Passion gehoord hebben. Maar waarom dan? Oh. Goed, daar maken we dan een interview van 4 uur van. Want daar moet je alleen maar de Matthäus voor horen om te weten waarom dat van belang is. De Matthäus Passion vertelt het verhaal van de lijdensweg van Jezus Christus. Behoorlijk pittige materie. Mij wordt vaak de vraag gesteld, is dat dan iets voor gelovige mensen? Ja, maar ook voor niet-gelovige mensen. Voor iedereen is daar iets in te vinden. Een onderwerp in te vinden waar je je aan kunt verbinden, waar je dingen over kunt leren en over kunt horen. De nieuwe Philharmonie Utrecht speelt sinds 2012 de Matthäus Passion in de regio en is van plan er een jaarlijkse traditie van te maken. Dirigent Leertouwer is namelijk nog lang niet klaar met het stuk. Het is mijn overtuiging dat die muziek zo prachtig is en meeslepend dat als je hem hoort, ben je overtuigd. En dat is eigenlijk waarom ik iedereen wil zeggen, ga dat eens beluisteren. Ik begin wel overtuigd te raken. Het is echt prachtig, zeker. Mooi. Vanavond en morgen is de Matthäus Passion nog live te beluisteren. En zondag dan zendt RTV Utrecht hier de hoogtepunten uit. Oké, dan gaan we eens even kijken wat voor weer het wordt de komende dagen. Vanavond en vannacht is het in ieder geval bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Bij een matige noordenwind koelt het af tot een graad of 5. Morgen is er ruimte voor de zon, later afgewisseld met bewolking. Het is dan maximaal 16 graden. En ook de rest van het paasweekend laat de zon zich zien. Er is dan ook bewolking en de temperaturen lopen op tot 19 graden. En dit was U Vandaag. Meer nieuws vindt u op onze site rtvutrecht.nl of op de app. Morgen kunt u kijken naar het weekoverzicht met Nadia. En dan is U Vandaag er weer om 5 uur. Ja, bedankt voor het kijken voor nu en een heel fijn paasweekend. Dag!